Deze keer aandacht voor curven in Snapseed. En waar vind je de curven? Die vind je heel eenvoudig bij de tools bovenin. Daar heb je staan curves. En het eerste wat je te zien krijgt zijn eigenlijk een aantal voorinstellingen. Je zou een curve kunnen maken met lichter of met vager of uh, een van de andere voorinstellingen. Ik hou het gewoon even lekker op neutraal. Wij gaan handmatig aan de slag. En wil je deze voorinstellingen verbergen? Dat kan. Nu is voorinstellingen blauw en als je erop tapt... Dan verdwijnt het en wordt het grijs. En dat geldt ook met de curve-lijn die te zien is en het diagram daarachter. Dat is uh, ook te verbergen door hierop verbergen te klikken of op weergeven. Nou, in een notendop, wat is curve? Curve is een grafische voorstelling van donker naar licht in je foto. Aan de linkerkant heb je donker en aan de rechterkant heb je het licht. En dat wordt weergegeven door een lijn. Wat absoluut donker is, dat staat helemaal linksonder. En wat absoluut licht is, dat staat helemaal rechtsboven. En je kunt die bolletjes kun je verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou dit witte bolletje, als ik dat een beetje naar beneden trek, dan worden de hele lichte dingen in de foto worden wat donkerder. En ook als ik het bolletje hier linksonder wat naar boven trek, dan worden de absoluut donkere dingen die worden wat lichter. En je foto wordt daardoor flatser. Ik zet het even terug. Je kunt ook zeggen van nou, ik schuif het wat naar rechts. En dan begint mijn zwart punt gewoon wat later. Dus alles wat super zwart is, dat is zwart. Maar alles wat net niet zwart is, dat is in dit geval ook gewoon zwart. Schuif ik het weer terug. En je kunt ook nog een puntje op de lijn zetten. Je kunt gewoon ergens klikken. En dan komt er een bolletje bij. Nou, als je dit bolletje dan naar rechts onder trekt, dan wordt... Donker, je curve hangt naar beneden. En ga je naar de andere kant opschuiven. Dan wordt je curve meer een boog naar boven. En dan wordt alles lichter. En eventueel kun je daar nog een puntje bij zetten. En zo kun je dus een tekeningetje maken in je boog. En dat vertegenwoordigt dus je donkere en je lichte dingen. En je ziet ook in de foto het heeft effect. de hele donkere gebieden worden nog donkerder. En de lichte gebieden worden in dit geval lichter. Zonder dat daarbij mijn absolute zwartpunt of absolute witpunt beïnvloed wordt. En als je de bolletjes nu van je foto af wil hebben, heel eenvoudig, sleep je ze er gewoon buiten en ze vallen er vanzelf weg. Dat is in een notendrop curve. Maar wat kun je er nu mee? Je kunt dus gewoon ja, een curve maken zoals je bij de voorinstellingen zag. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil een hard contrast, dan krijg je een soort S-lijn in je curve. Eventueel kun je dat nog wat doordraven. En zo kun je je foto aanpassen. Maar je kunt natuurlijk gewoon meer met curve. Je kunt ook kiezen om per kanaal iets te doen. Je hebt hier namelijk de optie kanaal staan. En als je daarop klikt, dan krijg je verschillende opties. De eerste optie is RGB. Dat is waar we nu in zitten. Dat zijn de kleurkanalen en de luminantie tezamen in één lijntje opgeteld. Maar die andere vier, rood, groen en blauw, dat zijn de drie kleurkanalen. En dan heb je nog luminantie. Dat is gewoon het licht. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik klik op het rode kanaal dan krijg ik de rode curve line en als ik dan in het midden een puntje maak en ik trek dit een klein beetje naar beneden dan ga ik eigenlijk gewoon het rood er een beetje uithalen. Dan pak ik het volgende kanaal en zeg ik groen dat wil ik ook een klein beetje temperen. Dan heb ik bijvoorbeeld nu, zonder dat je het eigenlijk al ziet, een andere foto. Ik heb er een klein beetje rood uitgehaald en een ietsiepitsie groen. Als ik even mijn duim hier rechtsboven op dit icoontje leg, dan is dit de before en dit is de after die we nu hebben. En vervolgens kan ik bij het kanaal nog zeggen: van ik ga voor de luminantie en ik trek de donkere dingen een klein beetje terug. En ik maak bovenin een puntje voor de lichtere tinten en die zet ik een klein beetje omhoog. En daardoor boost ik eigenlijk een klein beetje mijn contrast. Als ik even op verbergen klik om de curve te verbergen. Dan is dit mijn before en dit mijn after. En ik krijg opeens al een, ja, een foto die een kleurzwem heeft. Naar gewoon een, een foto die veel neutraler is en veel meer aanspreekt. En zo eenvoudig werkt dus het gereedschap curve Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.